Een hele, hele goede morgen, Leiden. Welkom thuis vanuit de woonkamer hier in De Waag. De Leidse Waag natuurlijk de enige echte plek waar je, zoals je om mij heen kan zien, haring en wittebrood kan halen. En het is weer druk zoals altijd. Ik hoor hier muziek buiten het Dweilorkest, het geluid van alle partners en vrouwen, mensen, lieve kinderen van de 3 Oktobervereniging en commissie. Die staan hier de haring en wittebrood uit te delen aan de mensen. Normaal natuurlijk een café-restaurant hier in De Waag, maar zoals u bekend bent van de haring en wittebrood nu hier. Helaas dit keer geen blote haring die buiten schoongemaakt wordt. Nee, het zijn dit keer wel de vacuümverpakte haringen. Want we moeten natuurlijk een beetje nog denken aan de hygiëne. Sowieso altijd goed om aan de hygiëne te denken. Maar in dit geval met het coronajaar nog meer. Er gebeurt hier van alles. Dus laten we vooral even kijken wat hier staat te gebeuren. Er is iemand jarig met haring. Nou moet ik er niet aan denken dat je je verjaardag zou vieren met verse haring. Maar toch lekker. We gaan eens even kijken of we kunnen vinden de voorzitter van de Haring en Wittebroodcommissie. De Haring en Wittebroodcommissie die natuurlijk zorg draagt voor het uitdelen, verspreiden en de hoeveelheden. En dan wil ik toch wel even weten natuurlijk van de voorzitter hoeveel haring en wittebrood er dit jaar dan is. Oh, de haring wordt hier geproefd voordat we doorheen gaan. Wij zien hier de haring proeven. Is die de voorzitter van de Haring en Wittebroodcommissie? Het coronabeleg heeft ons daartoe genoodzaakt. Maar het coronabeleg leidt ook toe dat ik vandaag de burgemeester en de wethouders eventjes wilde toespreken. Ongeveer 200 jaar geleden, ietsjes langer dan 200 jaar geleden, voorzitter van de Haring en Wittebroodcommissie. Besloot de raad hier in Leiden, of in ieder geval had de raad het idee, besluit werd later genomen, dat de viering van Leidens ontzet niet meer een vrije dag hoefde te zijn, maar dat dat op de zondag na het ontzet gevierd zou kunnen worden. Uiteindelijk, ietsjes later, op 28 september 1823, werd dit besluit in de kerken bekrachtigd en nog geen vijf dagen later, organiseerde studentenvereniging Minerva, want die was daar helemaal niet mee eens, organiseerde feestelijkheden voor het ontzet. Ik heb zelfs het programma van die tijd meegenomen. En dat ziet er echt fantastisch uit, wat je in vijf dagen kunt organiseren. Zo ziet dat eruit. Het begint heel makkelijk. We hijsen de vlaggen. En dan komt natuurlijk het mooiste evenement aller evenementen. De uitreiking van haring en wittebrood. En die uitreiking die gebeurde in die tijd om 12 uur 's middags. Eigenlijk best wel een goede tijd, vinden wij. Vervolgens werden er spelletjes gespeeld, gingen we naar de schouwburg toe en aten we met elkaar een lekker dinertje. En toen was het afgelopen en zo ging dat eigenlijk jaar in jaar uit door tot 1886, totdat de Oktobervereniging dat heeft overgenomen. Waarom vertel ik dit nu? Uiteindelijk waren dat de voorlopers van de huidige burgemeesters en wethouders. En hoe anders zitten huidige burgemeesters en wethouders hier in het ontzet van Leiden? Hoe dankbaar kunnen wij ze zijn dat wij hier kunnen organiseren, de inspanningen die zij ook allemaal moeten betrachten om dit allemaal mogelijk te maken. En daar wilde ik een applausje voor hebben voor de huidige wethouders en burgemeesters. En als ik het goed heb, in ieder geval de gemeentewet, maar dat weten jullie beter, die trad toen in werking. En dat was ook het moment dat de raad niet meer de raad was en de college en het BMW zoals die nu is, zoals we die nu kennen, werd ingesteld. En de burgemeester van die tijd, en we hebben het er al denk ik een keertje over gehad, heer Van der Meij, vaak Van der Meij, die zat op dat moment, 4 jaar was hij burgemeester en daarna was hij burgemeester tot 1842. En hij was toen 88 jaar oud. Dat burgemeester, het record van de langste burgemeester, dat gaat u zeker halen, denk ik.
Maar de oudste burgemeester, dat lijkt ons wel een mooi nieuw record. Dat kunt u halen in 2046, kan u even aanbrengen. Eitje, eitje. Dan zijn we nu natuurlijk toegekomen aan het belangrijkste wat wij vandaag hier moeten doen. Dat is het keuren van de haren. Ik kan zeggen dat die echt heel erg goed is. Maar het is natuurlijk aan de expert, onze erevoorzitter en onze voorzitter en onze haringmeester om dat daadwerkelijk te bepalen. Gaan we nu de haring keuren. Mag u een haring aanbieden, burgemeester? Zoals het hoort. Eerst de builen. Zoals het hoort. Ah, lekker. Wil je meedoen? Ja, is die hier. Neem me toch maar deze. En nu een hele frisse. Ik ben nu niet strak van achter u. Pas na twee happen kun je echt. Kun je het echt zeggen, hè? Pas na drie happen kun je het echt. Nou. Nou, dan het oordeel van de jury. Nou, als ik mag beginnen. De haring heeft er ook 2 jaar op moeten wachten om weer gegeten te kunnen worden. En de voorzitter van de commissie Haring Wittebrood heeft mij gisteren uitgelegd dat het helemaal niet goed is. Zoals ik dat de vorige keer heb gezegd, dat de haring 80% vet bevatte. Dus dat bevat hij niet. Want hij is uitstekend. Hij is super lekker, 20% maximaal zou ik zeggen vetgehalte. Zeer aan te raden. Hij heeft denk ik niet, net zoals Mart Hoogkamer wel gezwommen heeft in de Bacardi Lemon gezwommen, maar gewoon in de Noordzee. En die zilte smaak die is echt fantastisch. Ik kan hem zeer aanraden. De burgemeester. Ja, ik kan alleen maar zeggen, hij glijdt zo naar binnen. Dus het is zo zacht als boter en zo hoort het ook. Het is werkelijk fenomenaal. En dan zie je ook dat zo'n haring na 2 jaar wachten er gewoon nog veel krachtiger in gaat. Dus dat is heel erg fijn. Alleen het staartje, de veerkracht van het staartje was onder de maat. Dat moet ik eerlijk zeggen. Dat ding dat brak af voordat ik überhaupt in de buurt was. Nee, dat kun je wel zeggen, maar na zoveel jaren oefenen weet ik echt wel hoe je een haring naar binnen glijdt. Dus dat was duidelijk. En dan misschien nog iets in de richting van de voorzitter. Ja, wij worden niet altijd graag herinnerd aan 1823. Maar ja, aan de andere kant kunnen we ook zien, dat is nou participatie zoals ze dat tegenwoordig noemen. Dus je hebt een beleidsvoornemen, iedereen is tegen en dan gebeurt het niet. Zo gaat dat. En een enkele keer gaat het dan anders. Maar wij zijn in ieder geval buitengewoon blij dat we weer hier mogen zijn op dit moment. Het is allemaal in een net iets andere ambiance, maar chapeau dat jullie dit weer voor elkaar gekregen hebben. Want dit is echt fantastisch voor iedereen dat dit weer kan. Hiep hiep hoera voor de 3 oktober vereniging. Hiep hiep hoera! Ja, nou ik kan zeggen, het is natuurlijk aan de ene kant treurig dat we het vorig jaar niet op volle kracht hebben kunnen vieren. Maar dit jaar wel. En dat heeft de haringstand eigenlijk wel goed gedaan. Ik heb nog even nagekeken. Het is zeer duurzaam en gezond om haring te eten. De haring is even met rust gelaten. En ik zou zeggen, ja, voor iedere leidenaar is er nu haring. Iedereen kan komen die zich ingeschreven heeft natuurlijk. En genieten van deze uitzonderlijk lekkere, vette vis. Nou, ik zou zeggen, tas toe. Allemaal een heel goed concert. En geniet allemaal van deze mooie dag. En de haring staat hier en voorin staat voor u klaar. Heel goed. We kunnen nog een haringtje aanbieden. Serieus? Nee, goed. Zeg maar.
of er nou die rauwe haring in. Ja, dat is ook een bijzondere traditie. Hoe deed het hier? Ja, een hele goede morgen hier vanuit De Waag in Leiden, ook aan u thuis in de woonkamers. Ik sta hier met de enige voorzitter van Haring en Wittebroodcomité. Dan is de eerste vraag, hoeveel haringen gaan er dit jaar doorheen? 14.132. Dat 14.132? Ja, zijn er best veel en ze zijn ook dit jaar verpakt in plaats van onverpakt. Normaal gesproken doen we natuurlijk wat meer, maar dit jaar door COVID kunnen we niet meer dan dit aantal uitreiken. En hoeveel mensen komen langs voor een haring? Ongeveer 2.500 mensen zullen je haring komen ophalen vandaag. 2.500 mensen. Ja, en ik zie het bijzonder, want de alle partners, vrouwen, kinderen van de 3 oktobervereniging, bestuursleden, staan achter de bar uit te delen. Ja, maar dat is wel standaard. Dat hoort wel. Dus de partners staan of de dames staan het vis uit te reiken, de heren doen de geusjes. Dus het brood dat u achter mij ziet. Moeten we die dan ook de viswijven noemen? Of hoe werkt dat precies? Nou, viswijven mag. Tonnières is beter. Dat zullen we hier appetitcomité daar ook weer belaten. Wat maakt een haring echt lekker? Het vetpercentage, wat onze voorzitter al zei, zo rond de 20%, zeg maar tussen de 20 en de 25% is ideaal. De bite, ziltig, niet te ziltig. En eigenlijk hebben we dit jaar die twee combinaties weer perfect kunnen vangen. Dus het is een heerlijke haring. Het is een heerlijke haring. Nou, dan moet ik hem zelf ook maar even gaan proeven zo meteen. Gaan we ook op zoek naar. Hartstikke bedankt en heel veel plezier vandaag. Goed ontzet. Dank, goed ontzet. Ja? Dankjewel. Ja, je moet ervan houden of niet. Ja, ik ben een groot fan van haring, dus ik ga zomaar eens even op zoek naar een visje. Waar kan ik dat vandaan halen? Ik zoek ergens naar een haringplank. Even kijken. Aan de andere kant moeten we dan zijn, denk ik. Of hier? Nou, we gaan eens even kijken voor een haring. Ja, witte brood natuurlijk ook een hele mooie traditie. Staan ook een mooi Leids zegel op de broden, dus de rode sleutels van de stad. De haring uit Katwijk, het brood uit Leiden, want dit is toch een lokaal feestje. Ik ben op zoek naar een haring. Zij zijn echt veel leuker. Ja, en dan zijn we nu aanbeland aan de andere kant van de Waag, waar de haring wordt uitgedeeld. Met wie heb ik te maken? Anna Dupri en Helma Kallenberg. Kijk aan. Partners van 3 oktober bestuurscommissieleden. Ja, klopt. Oud bestuurslid. Wat maakt dat hier zo leuk om hier die haring uit te delen? Het contact met de mensen die allemaal goed van zin zijn. Normaal gesproken urenlang in de rij hebben gestaan en gezellig hebben met elkaar zitten kletsen. Blij zijn dat ze haring krijgen en brood. En ja, de sfeer is leuk. Ruim 14.000 haringen moeten er doorheen vandaag. Hoeveel zitten we ongeveer al? Nou, weinig, want het schiet niet op. Het gaat niet zo. Het is niet zo voor andere jaren. Dan staan we eindeloos die haringen te pakken. Dan gaat het echt... dan zijn we druk bezig. Het gaat nu wel sneller, de geur gaat sneller uit de handen, neem ik aan, nu ze zo verpakt zijn. Nee, kijk, ze zijn helemaal mooi, zijn helemaal verpakt, dus... Ze zijn wel prachtig met een 3 oktober logo erbij, veerkrachten. Ja. Kijk, super. En wat maakt nou volgens de enige tonnières, wat maakt nou de beste haring? Wat maakt een haring echt lekker? Oh, ik hou helemaal niet van haring. Oh jee, verkeerde vraag gesteld. Aan de verkeerde vraag. Gaan we gauw doorschuiven. Ja, wat dat betreft, ik hou ook niet van haring. Oh, we gaan heel gauw naar iemand op zoek. Is er iemand... Is er iemand die... Houdt u van haring? Nee. Houdt u van haring? Ja, we hebben er één. We hebben er één. We hebben een eerste tonnière van de 36 die we gesproken hebben die wel van haring houdt. Wat maakt een goede haring? Als die heel lekker met korenwijn gaat, dat is nu nog wel een beetje vroeg, maar die mix is gewoon... Het korenwijntje ontbreekt wel. Ja, ik ben op zoek naar een haring en een korenwijn, maar ik heb ze nog niet te vinden hier. Nee, dat is vanavond misschien of zo. Maar wel blij dat het niet aan de handen gaat zitten nu de geur van de haring, omdat ze natuurlijk niks verpakt liggen. Maar het is wel een grappig verhaal, want ik ben niet in Nederland opgegroeid, maar mijn vader werkte voor de Nederlandse consulaat. En ik ben er wel echt mee opgegroeid. Dus ook in het buitenland is dit altijd een ding. Dus Leidse traditie overal in de wereld. Dan moeten we alleen nog op zoek naar de korenwijn op bij het haringje te gaan. Als kind al wist ik, daar hoort ook gewoon een beetje horen bij mij. Mocht ik een korenwijn weten te vinden, dan kom ik hem naar je brengen. En dan gaan we er samen één drinken met de haring erbij. En een heel fijn ontzet nog. Ja, hetzelfde. Dankjewel. Ja, dan moeten wij op zoek naar een haring. Ik ga het eens even vragen aan, ik ga het even vragen aan de Guido Marching Band. Guido Marchena.
met hond in de waag. Meneer Marchena, u bent met hond en aan de waag? Ja, nee, die moet ook de haringen inspecteren natuurlijk. Ja, ja. Wij zijn op zoek naar een haring. Waar kunnen we die vandaan trekken, meneer Marchena? Daar staat de haringmeester van dit jaar, Menno Bentveld, met een hele grote schaal haring. Dan gaan we daar een haring halen. Meneer de hond, wat vindt u van de haring? Ja, die heeft er zin in. Die heeft er ontzettend veel zin in, meneer de hond. Hey, goed opzet trouwens. Wij gaan op... Ja, dankjewel. Wij gaan op zoek naar een haring. Kijk. Ja, het is natuurlijk zoals altijd weer een drukte van je welste. En ik zie de haringmeester Menno Bentveld al lopen. Ik zie er ook een schaal. Op die schaal liggen twee haringen met kop. Dat is lijkt me niet de bedoeling. Ja, buiten staat nog steeds een gigantische rij. Die gaan we zo meteen ook even inspecteren. Maar ik zie hier een haringmeester en een schaal met haring. Meneer de haringmeester, is hij dit jaar weer goed? Nee, hij is echt goed. Hij is echt vet. Bij haringbestanden gaat het goed mee. Het is een duurzame vis. En we zijn allemaal blij dat het weer kan, hè, dat we haring kunnen happen. Precies, ja. Zijn deze te happen? Nee, deze. Deze zijn niet hapbaar. De ja. Haring happen. Nou ja. Kijk, want dat is natuurlijk bijzonder. Ik ben op zoek naar een live haring. We zijn gesield. We mogen niet meer met z'n allen in die haring staan graaien en uitdelen. Corona, dus we zijn gesield. Dus voor nu, als je wil happen, moeten we even uitpakken. En dan krijg je een vers uitgepakte haring. Nou, dan gaan we. Een clipje maken. Ja, gaan we doen. Kijk, oh, daar komen ze, daar komen ze. Kijk, daar komen ze. De vers verpakte veerkrachtige haring. Kijk eens, we wippen ze er zo uit. Dan raken ze niet aan. Huppakee, uitjes erbij. Dus als jij er nu één wilt, ja, er nu eentje. Nou ja, dan zeker. Ga je gang. En wil de cameraman ook een haring? Nee. Zullen we er samen eentje nemen? De cameraman heeft ze ook zin. Ja, natuurlijk. Okay. Flink ui erbij. Nou, goed ontzet, hè? Een goed ontzet. En geniet van de haring. Gaat goed komen. Ja, cameraman de cameraman ook een haring? Oh. De cameraman is een oude snoeper, hoor. Daar gaan we. Ja, lekker, hè? Dat is wel gemist. We hebben nog een meneer. Heb je een beetje bevroren? Deze valt meegenomen. Ik pak nog even extra uitjes erbij. Deze hier. Heerlijk. Ja, ik zie de cameraman ook smullen. Heerlijk, ja. MSC gekeurd, dat is ook belangrijk, hè. Duurzame vis. Nee, je mag niet praten met volle mond, maar. Goh, het smaakt lekker, dus ja. Viel het ook wel. Ton in de tas voor mij, alsjeblieft. Oh, heerlijk. Wij gaan de rij buiten even inspecteren. Dus ik ga het laatste stukje haring even daar in de ton. Ik krijg de winstwaarschuwing dat mijn microfoon nog open staat. En dat is natuurlijk niet handig, want dan heb je mij ontzettend horen smekken op de achtergrond. Maar ja. Ah, met een haring zoals deze. Ja, dat glibbert naar binnen. Dat is ontzettend fijn. Dus een heerlijke haring. We gaan even kijken hoe lang de rij buiten is. Oh! Even kijken. We zijn weer buiten bij de Haag. De eerste haringen zijn naar binnen geglibberd als zoete koek. Even kijken. Laten we kijken bij de rij of mensen al zin hebben in een haring. Hoi. Hoi, wij komen er even langs. Heb je al haring gehad? Ja, ik heb haring gehaald, ja. Mooi. Oh, we gaan heel hup. Hek, dank. Dit moment is fijn dat je mij begeleidt. Oh, heerlijk. We gaan eens even kijken naar de enorme rij mensen hier. Langs natuurlijk het water van de Nieuwe Rijn. Even kijken. Mevrouw, heeft u al zin in haring?
Ja, ontzettend. En vooral dat broodje. Dat broodje. Ja, elk jaar weer in de rij? Elk jaar weer in de rij. En dan ontbijten met haring en witte brood. Vorig jaar gemist natuurlijk. Ontzettend gemist. Ja, echt heel erg gemist. Ja. Wat maakt een haring volgens u nou lekker? Nou, hij moet goed vet zijn. Stevig. Goede bite. Ik heb er al eentje geproefd. De beloften zijn weer beter dan vorig jaar. Goed, de cameraman ook. Oh, heerlijk. Ja, kijk uit. En heel goed ontzet gewenst. Ja, van hetzelfde, hè? Ja, en zoals je ziet, de rij is lang, lang, lang. Ojojoj, we lopen hier in het zonnetje. Dat is wel heerlijk, hè? Dat is wel anders geweest ook. Maar moet je kijken, die rij aan mensen. Ik hoor in de verte een heel dweilorkest. Ja, normaal een dweilorkest van de regen, maar dit is gewoon... Een topperorkest. En je ziet daar prachtige mensen met het sjaaltje aan. Allemaal vroeg opgestaan. Je ziet ook dat de rustdag op zondag iedereen goed heeft gedaan. Mensen zien er fris, fruitig, vrolijk uit. Gaan ze even vragen aan deze mevrouw. Even kijken aan deze mevrouw wat zij in een goede haring ziet komen. Mevrouw, bent u al benieuwd naar de haring van dit jaar? Nou, die zal vast wel weer heel erg lekker zijn, zoals ieder jaar. Ja. U staat ieder jaar in de rij? Ja, eigenlijk wel, ja. Wat heeft u vorig jaar het meest gemist toen het allemaal niet door kon gaan? Alles, het hele feest. En ja, we zijn vanmorgen om 7:00 begonnen en nu ga ik door naar verder in de rij staan. Ja, heel veel succes. Fijn ontzet. Ja, er moet allemaal flink doorgelopen worden. We gaan eens even gewoon verder de rij aflopen. Eens kijken wat we allemaal vinden hier. Even kijken. Kijken wat we nog jonge liefhebbers van haring kunnen vinden. Dat zou ook leuk zijn. De Leidsland is natuurlijk een feest voor iedereen. Misschien nog een paar studenten. Ja, precies. De eerstejaars van de meeste studentenhuizen die stonden al heel vroeg voor de deur. Maar ik zie hier ook... Oh, er staan hier mensen ook in de rij voor een haring. Kijk aan, kijk aan. Hallo, goedemorgen. Gaat u met z'n allen haring halen? Ja. Ben je dol op haring? Ja. Wat vind je het allerlekkerste aan de haring? De structuur. De structuur? Ja. Wat maakt de structuur dan zo lekker? Nou, het is gewoon zo lekker in combinatie met het witte brood. Witte brood, uitje, haring en dan glimmert hij zo naar binnen. Dat is het beste. Ja. Nou, ik heb hem al geproefd. Hij is heerlijk dit jaar. Dus ik zou gauw doorlopen en een heel fijn ontzet. Jullie ook. Dankjewel. Jullie ook fijn ontzet. Doeg. Ja, zie je het, hè? Het is de structuur. Jong en oud. Ja, we zijn net al de eerstejaars van de meeste studentenverenigingen. Die staan dan 's ochtends om 7:00, 7:30 al in die rij te wachten op hun haring. Die worden door de ouderejaars op pad gestuurd om haring te halen. Ik heb ze zelf in die jongerij ook meermaals in mijn kussen aangetroffen. Dat doe je dan, ja, met een haring, hè? Dan moet je ze ook nog schoonmaken. Moet je lang in de rij staan. Dat doen al veel mensen niet. Even kijken. Daar staat een mevrouw fantastisch uitgedost. Mevrouw? U bent aan het wachten op de haring? Op de haring en witte brood, hè? Dat mag weer dit jaar. En wat maakt een goede haring dan volgens u? Waarom is de haring in de ochtend zo lekker? Omdat het een traditie is natuurlijk. Dat hoort bij Leiders van Zet. En er wordt altijd heel goed gekeken naar welke kwaliteit haringen we krijgen. Nou, ik hoorde net binnen bij de presentatie dat de haring een jaartje rust heeft gehad. En dat hij daarom nog vetter en nog glibberiger is. Daar ga ik me er nog meer op verheugen. Ja, precies. Uitje erbij. Ik heb al een mogen proeven. Het is weer ongeëvenaard. Hij is weer lekker dan vorig jaar. Ik wens u een heel fijn ontzet. Dankjewel. Je moet men toch een beetje enthousiasmeren. Kijk, daar lopen de dames en heren van de EHBO. Je zal maar flauw vallen van een haring. Of zo lang wachten op je haring dat je eerste hulp nodig hebt. Kijk, ja, want dat lijkt me ook heel logisch. Moet je kijken wat er rijden. We lopen en we lopen maar. Dat is niet normaal. Heerlijk. Al die mensen in rij voor de haring. En we zijn nu, we zijn nu bij het eerste bruggetje en het houdt nog steeds toe. Maar we komen wel dichter bij het orkest. We gaan even kijken wat nog verder de rij staat. Kijk, hier staan mensen toch wel op de muziek te swingen. Deze mevrouw heeft er heel veel zin in. Mevrouw, u heeft ontzettend veel zin in haring. Ja, heerlijk. U staat ervan te springen, zoveel zin heeft u erin. Lekker, een lekker muziekje, zonnetje, eindelijk geen regen, dus het gaat goed. Doet de rustdag zo tussen 2 en 3 oktober, doet hij dan goed, hè, op de ochtend? Oh ja, die heb ik niet zo gemerkt. Was toch weer hier. U heeft weer weinig van de rustdag gemeten, een extra dag 3 oktober gemist. Ja, inderdaad. Wat maakt nou de haring zo lekker op de ochtend? Ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk vind ik het helemaal niet lekker op de ochtend. Maar weten het maar gewoon traditie. Maar hij moet wel gegeten worden zometeen. Zeker, zeker, ja. U moet doorlopen, anders bent u te laat. Een heel goed ontzet. Brug, dankjewel. Hetzelfde. Doei. Ja, je moet hier gauw doorlopen, anders ben je te laat voor je haring. Uh.
We staan hier bij de keientoeters, Noordwakenhout. We gaan helemaal los, ja hoor! Het zijn de keientoeters uit Noordwijkerhout. Dat is toch prachtig. Op naar de volgende nummer. Die staan hier de hele rij te vormen. Want ja, ik ben inmiddels halverwege de Nieuwe Rijn. Ik sta op de Boommarkt al bijna. Bijna bij het gebouw van de Quintus en de MBO Rijnland. En ja, de rij houdt nog steeds niet op. Het is ongelooflijk. Ongelooflijk. Gelukkig is er het dweilorkest om de moed er een beetje in te houden. Maar u ziet het, ja, rij je dik. Dit is één rij niet. Dit zijn vier, vijf mensen, hoe ver je gaat. Het is toch prachtig dat iedereen hier weer een vrije dag voor heeft genomen. Ja, 3 oktober, 3 oktober, wat een dag. Dan sta je hier in de rij van je haringen. 14.192 haringen vandaag. Dat is toch een ongehoord aantal. We gaan even kijken wat hier... Of mensen hier nog een beetje zin erin hebben. Of mensen hier nog een beetje zin hebben in de haring. Even kijken. Meneer, u heeft zin in de haring? Ja, ik wil trekken. Altijd wel eigenlijk. Ja, altijd wel. Maar op deze ochtend extra speciaal, hè? Wordt het wel erg lekker, ja. Hoe lang staat u al in de rij nu? Nou, nog maar een kwartiertje. Nog maar een kwartiertje. Maar ja, u heeft al een flinke afstand overbrugd. Wij zijn al een kwartier aan het lopen en we zijn nu pas nu. Ja, we dachten dat we de laatste waren. Maar dat zit er niet in als ik het zo bekijk. Dus goed. Ik wens u heel veel plezier met haring zometeen. Fijn ontzet. Goed ontzet. Bedankt. Ja. Meneer stond al een kwartier en is nu nog niet eens halverwege. Maar dat geeft natuurlijk wel aan hoe leuk het is dat de haring weer uitgedeeld mag worden hier in de Waag. Even kijken hoor. Ja, ook jong en oud. Ik ga toch nog even vragen wat dan de jongere mensen ook hier van de haring vinden. Even kijken hoor. Ja. Hallo. Een hele goede ochtend. Hele goede ochtend. Ja, u schrikt er bijna van. We lopen even met u mee, anders bent u te laat voor de haring. Hebben jullie eens een beetje zin in de haring al? Ja. Ja. Wat maakt de haring zo lekker? Geen idee. Het is gewoon heel... Een uitje? Ja, dat is heel lekker. Ja. Stukje witte brood erbij ook? Ja. Hoe lang staan jullie aan de rij? Hoe lang ongeveer? Nou, ik denk nu ongeveer 10 minuten. Oh, het dweilorkestje komt er nog aan, dat rit je makkelijk nog. Ja, nee, we houden het wel een tijdje vol, geen probleem. Nou, we hebben net al binnen eentje gegeten. Het is een hartstikke glibberige zoon naar binnen. Wat heeft u gisteren nog wat gedaan om te eigen rustdag natuurlijk? Wat heeft u gisteren gedaan? Ik ben heel even de stad in geweest, gisteravond. Maar alles gaat om 12 uur dicht en dat is eigenlijk wel fijn. Ja, dat is een beetje op tijd in bed. Ja, precies. Ja, dat dacht ik ook. Ik voel me veel fitter dan anders op de ochtend. Ja, ik ben zelf zo fit geweest in de rij hier, moet ik zeggen. Ja. Ja, dat hou ik nog wel even uit. Heel veel plezier en heel goed ontzet. En eet smakelijk zo meteen voor de haring. Komt helemaal goed. Oké, fijne dag. Ja, dus staan we hier heerlijk langs de rij bij het uitdelen van haring en wittebrood. In de Waag van Leiden, hier langs de Boommarkt, dan de Nieuwe Rijn. Ook vanaf hier aan u in de huiskamer een hele goede dag gewenst. En we gaan zometeen om 10 uur verder met de herdenking vanuit de Pieterskerk. Hier vanaf de Boommarkt bij het haring. Ik ga er gauw nog eentje halen. Tot zometeen.